Nintendo fans. Welkom bij een nieuwe Pikmin video. We zijn aangekomen op dag 6. Maar dit was het einde van dag 5. En we hebben de kapitein nog niet gevonden, maar hopelijk gaat dat in deze aflevering gebeuren. El vroeg zich af waar hij is en hij denkt aan de kapitein. De kapitein is zijn held en zijn vriend. Maar nu is het dag 6. En gelukkig weten we nu in ieder geval ongeveer waar we naartoe moeten. We moeten namelijk deze kant op. Maar ik ben wel even benieuwd, want er zijn nog ergens 23 Pikmin in het veld. En die Pikmin die worden niet opgegeten, maar die hebben we ook niet bij ons. Dus lopen die dan hier nog? Kijk, hier zijn ze. Dit zijn ze, jongens. Dit zijn ze. Dit waren de overgebleven Pikmin die we nog eventjes mee moeten nemen. Kijk, nu hebben we iedereen bij ons. Maar we moeten deze kant op. En in de vorige aflevering hebben we hier een gat gemaakt, zodat we deze grot in kunnen. We hebben hier de enemies verslagen. Maar we moeten even kijken wat dit doet. Kunnen we dit kapot maken? Ik vind dit een raar ding. Volgens mij kunnen we hier nog niks, jongens. Dus in dat geval gaan we toch weer hier naar buiten. Want hier wilde mijn Pikmin nog even graven. We kunnen overigens ook eerst naar links. Laten we eerst even hier naar links gaan. Misschien is dit wel de kant waar we op moeten. Want hier is ook weer een grot waar we in kunnen. Ja, grotten zijn altijd spannend, jongens. Ik ben benieuwd of we hier een baas gaan tegenkomen. We zien hier in ieder geval wel enemies. Oh, en die slopen we allemaal keihard. Eentje is nog aan het overleven daar achterin, maar ook die is nu klaar. Oké, dit waren wel redelijk makkelijke vijanden. Oh, wacht even. Kijk, er is iets wat die vijanden maakt. Ja, dat moeten we snel kapot maken. En dat is nu kapot. Dat ging best wel easy, jongens. Oh, kijk, hier kunnen we weer zo'n takje laten... Oh, er vliegt wat. Ik wou zeggen, hier kunnen we dit takje weer eventjes laten uitsteken. Maar er vliegt een gigantisch wezen boven ons. Kijk, die schaduw op de grond. Het is een gigantische vlinder of een mot of zo. Oh, snap. Oké, jullie willen naar boven nu, hè? Laten we eerst maar even beneden kijken misschien, of niet? Eerst maar eens even kijken of hier wat is. Kijk, we kunnen hier bijvoorbeeld die gele Pikmin tussen gooien. Dan gaan we weer stroom maken. Zo, hoppakee. Ja, kijk, oh nee, oh nee. Oh nee, wat een monster! Wat is dit voor beest? Oh, crap. Oh, moeten we nu echt gaan battelen tegen dit ding? Waar ga je naar? Gaat hij weg? Is die hem gesmeerd? Wat was dat voor een ding? Zegt Elf. De koppet, die heeft een leven gesignaleerd. Maar zou het kunnen dat dit ding de kapitein gevangen heeft genomen? Oh, crap. Er zijn trouwens twee Pikmin nu niet hier. Ik denk dat die terug zijn gelopen. Kan trouwens wel even wat rode Pikmin hier naar boven sturen. Kijk, zie je? Die gaan dan even wat fruit jatten daar zo. Of zouden we alle Pikmin nodig hebben gehad, jongens? Want we gaan nu natuurlijk naar een boss battle. Oh, hier staat weer een infokaartje. En die baas die we net tegenkwamen, die haat blijkbaar licht. Oké, dus we moeten licht maken. Overal licht maken. We hebben dus vooral gele Pikmin nodig. Oh, kijk, daar is die, daar is die. Hier, maak licht. Snel, 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 snel. Snel, maak licht. Maak licht. Maak licht. Dan zijn we hier waarschijnlijk veilig. Wat? Dit beest, jongen. Dit beest. Oké, charge hem. Charge hem. Nice. Charge hem met z'n allen. Pak hem aan. Pak hem aan. Oké, top. Oké, dit was een goede eerste run, denk ik. Kom maar, kom maar, kom maar, kom maar. Naar het licht. Oké, ander lichtje maken. Ja, we moeten inderdaad in het licht staan. En daar durft hij ons niet aan te vallen. Dus dit soort plekjes bij die paddenstoelen, ja, daar zijn we veilig. Oh, wacht. En we moeten weer een brug bouwen. Oh my gosh. Oké, we kunnen hier weer licht maken, jongens. Licht, licht. Maak licht. Blijkbaar steken we ook die paddenstoelen aan als we naar die paddenstoelen... Als we naar die paddenstoelen gaan. Oké. Nee! Nee! Nee, laat mijn Pikmin met rust! Laat mijn Pikmin met rust! Jij enge nek! Jij enge nek! Doe normaal! Laat ze met rust! Maak hem kapot! Dit is wel weer lachen, man. Dit is wel weer een leuke battle, hoor. Oh, wacht even. Er gebeurt iets. Hij wordt nu helemaal lijp. Daarboven hangt een lamp trouwens. Daarboven hing een lampie. En ik denk... Ja, wat? Oh, oh. Gaat hij nou enemies spannen? Ja, hij gaat enemies laten spannen. Kunnen we hier iets mee? Moeten we die ook kapot maken, deze dingen? Volgens mij niet. Kijk, deze moeten wel kapot, want daar spannen enemies uit. Op zich, die enemies die zijn heel makkelijk te verslaan. Hier is denk ik nog een paddenstoeltje. Ja. Oké, nou moet ik Brittany even hier naar boven gooien en een zootje gele Pikmin hier naar boven gooien. En eigenlijk moet ik die wel even in het licht gooien daar zo. Ja, top, 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 tempo, 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 meer, 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 meer. Doe je ding. Oké, nu naar Brittany. Eerst even dit ding chargen. Lekker bezig en dan al die enemies kapot maken. Nice. Oké, kom terug naar het licht jongens, terug naar het licht, want hij wil niet in het licht. Heel goed. Charge.
Maak ze kapot. Nice. Weer in het licht. Oh, daar is nog zo'n ding. Kijk, daar is nog zo'n haard. Die moet sowieso eerst even kapot. Lekker. Oh, langzaamaan klimt iedereen blijkbaar naar boven. Oké, iedereen klimt naar boven. Maar hier moeten we even elektriciteit maken. Kom maar. Nice. Oh, daar is die. Daar is die, daar is die, daar is die. Nu chargen. Met z'n allen. Maak hem kapot. Hij is bijna kapot. Oh, bijna. We hebben er bijna dit mega beest. Kom terug, jongens. Kom terug. Lekker. Hier kunnen we ook nog iets doen. Kunnen we ook weer zo'n stokje naar boven brengen. Dan kunnen ze zelf naar boven. Ik weet niet waarom we dat zouden willen. Want volgens mij zijn we daar klaar. Oh, wacht. Dan kunnen we helemaal naar boven. Oh, dan kunnen we een brug maken. Ja, ga maar, jongens. Ga maar. Ga maar. We moeten een brug maken. Let's go. Pak allemaal mijn stukjes brug. Heel goed. Ik weet alleen niet of het slim is dat ik dit met mijn gele Pikmin laat doen. Want mijn gele Pikmin die moeten eigenlijk blijven leven. Oké, go, 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 go. Bruggetje bouwen. Kom maar terug, jongens. Kom maar terug. Kom maar terug. Helemaal goed. Kom terug. Hier naartoe. Naar het licht allemaal. Allemaal naar het licht. Kijk, want hij wil al mijn Pikmin opzuigen. Zie je dat? Hij deed een of andere wervelwindaanval. Dat is even niet de bedoeling. Oké, we hebben een stukje brug gebouwd nu. De volgende stap is om deze haarden weer helemaal te slopen. Toppie. Oké, ik denk. Oké, we moeten even weer terug. We moeten even terug naar het licht, jongens. Terug naar het licht. Oh, kijk, hier. Hier moeten we elektriciteit maken. Nice. Go, 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 go. Go, 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 go. Lekker. Pak hem. Maak hem kapot. Maak hem kapot met z'n allen. Ja hoor, daar gaat hij. Daar gaat hij. Hij is helemaal lijp aan het worden. Hij is helemaal lijp aan het worden. Wat een gek beest. Oh, dit was echt wel weer een vette battle. Hij stoot zijn kop tegen de lamp. En die lamp die doet het op dit moment niet. Zit de kapitein erin? Ja, de kapitein zit erin. Hij heeft de kapitein opgevroten. Wat? Oh, hoe gaat het, meneer? Hij zegt, Brittany, het is zo goed om je te zien. Ik ben ongedeerd, maar ik stink wel. En ik zeg daar sorry voor. Daar binnen in dat beest, dat was niet bepaald bloemetjesgeur. We hebben hem gered, jongens. De squad is weer compleet. Hij doet wel stoer. Hij zegt, jullie waren natuurlijk eerst naar mij op zoek. Dus laten we nu het schip gaan vinden. Maar we hebben het schip al gevonden. We hebben alleen de Cosmic Drive Key nog nodig. Hij zegt, oh nee, we zijn verdoemd. De koppij zullen doodgaan op onze eigen planeet. Want we kunnen nu niet terug. Maar hij heeft wel een datafile gevonden. In de buik van het beest. En dit is Captain Olimar. Die zegt, ik heb een sleutel gevonden. En het zegt iets over een Cosmic Drive. Hij wil het meenemen als mooi souveniertje. Dus hij is ook op zoek naar die Cosmic Drive. Ja, het is niet de bedoeling dat hij hem meeneemt natuurlijk. Dan hebben wij een probleem. Lekker bezig, guys. Nou, deze moeten we even meenemen naar onze ui. Dus dat laat ik eventjes de donkere Pikmin even doen. Hier is ook nog een fruitje dat we even mee moeten nemen naar onze ui. En zo, hoppakee, neem hem maar mee. Maar ik heb zo'n gevoel dat we hier nog lang niet klaar zijn in deze ruimte. Kijk maar, want we hebben de brug nog niet afgebouwd. Als we die brug wel afbouwen, dan kunnen we naar de overkant. Zou ik iemand dan naar de... Oh ja, kijk, ik kan iemand gewoon naar de overkant gooien. En dan kan ik daar natuurlijk ook wat Pikmin naartoe gooien. Dan kunnen we kijken of we daar iets kunnen doen. Oké, even schakelen. Ja, kijk, hier moeten gele Pikmin op. 20 gele Pikmin moeten hierop. Dan gaan ze even een verbindingje maken. Nice. Kijk, ze staan met z'n allen. Wat een basis. Nu hebben we overal licht hier. Misschien hadden we dit eerder moeten doen. Oh, we moeten hier... Kijk, hier konden we nog een brug maken. Kan ik jullie er naartoe gooien? Ja, kijk. Nice. En dan, ja, toppie. Dan nemen jullie de stukjes mee. Ik had hier ook donkere Pikmin kunnen gebruiken om de muur kapot te maken. Maar oké. Ik weet niet of het nog nut heeft om nu die brug te maken, jongens. Omdat we toch al aan de overkant zijn geweest. Geen idee. Nou, dit had dus blijkbaar niet gehoeven. Nou, dan zijn we denk ik wel klaar in deze grot. Want we hebben de kapitein gevonden. We hebben dit beest verslagen. Dus dit gaat helemaal goed. Ik ben er blij mee, jongens. Ik vond dit echt superleuk. Als je dit ook een vette bossfight vond, even een blauw duimpje omhoog. Dan weet ik dat jullie het ook vet vinden. Ik loop even uit de grot nu. En we hebben nog op zich wel wat tijd. Dus we kunnen nog wel even hier naartoe. Want in de vorige aflevering was ik op deze berg. En hier wilden mijn Pikmin allemaal graven. Maar daar had ik toen eigenlijk geen tijd meer voor. Dus ga maar lekker graven met z'n allen. Kijk, en ik heb hier nog een plekje om te graven. Dus graaf maar lekker, hoor. Doe je ding. Oh, je gaat me niet vertellen dat hier die Cosmic Drive ligt, toch? Gaan we die dan ook gelijk even meepakken? Kijk, hier ligt gewoon een dingetje. Waarmee we dus weer Pikmin kunnen oproepen. Maar hier, kijk, hier ligt wat anders. Als dit die Cosmic Drive is... Het zou zomaar kunnen. Elf die zegt inderdaad... Hey, dit ziet er wel bekend uit. Wat is dit? We moeten het terug meenemen naar de Drake. En ik zag een bliksemschichtje daarop. Dit is gewoon een item van mij. Nieuwe merch, jongens. We gaan dit verkopen als merch. Ik weet niet wat het is.
Maar het ziet er vet uit. Het is een soort van ruimtepakkie volgens mij. Oh, dat zou echt vet een merch zijn. Nou, helemaal top. Ik heb nu nog 24 Pikminnetjes bij me in de squad. Misschien kunnen jullie hier nog wat mee met die eitjes. Er zit natuurlijk allemaal nectar in. Maar ja, iedereen die is al voorzien van de juiste plant op zijn bakkes. Want als de plant nog in de knop zit, dan zijn ze nog niet zo sterk. Dan zijn ze langzamer. Maar kijk, ze hebben allemaal een bloempje op hun hoofd. Maar als ze dus zo'n bloempje op hun hoofd hebben, dan zijn ze sneller. Inmiddels is het ruimtepakje aangekomen bij de Drake en gaan we dat analyseren. En wat is het nou precies? Het is een anti-electrifier. Oh, dat is nice. Dus nu kunnen wij zelf ook tegen elektriciteit, denk ik. Ja, kijk, nu kunnen wij net als de gele Pikmin ook gewoon tegen elektriciteit. Nou, alle Pikmin die staan hier weer gezellig te wachten. Maar, waar zijn mijn grijze Pikmin? Ik ga ze eens even terugroepen, want ik weet even niet waar ze zijn, jongens. Oh, die zijn hier wat aan het duwen. Oké. Ik weet niet waar jullie nu zijn. Maar dit ziet er goed uit, jongens. Ze hebben gewoon zelf even een taak opgepakt, joh, die gekkies. Daar heb ik helemaal niet om gevraagd, maar hey, helemaal prima. Was dat dan hier ergens? Ja, kijk, dat was hier. Ah, ze zaten hier klem. Maar waarom zijn jullie hier? Er is hier een onzichtbare muur of zo. Jullie zijn via een andere kant teruggegaan. Oh, dit is niet helemaal lekker. Dit is niet chill. Ik laat mijn gele Pikmin even naar huis teruggaan. Maar ik ben bang dat ik helemaal via die grot moet dan of zo. Oké, dit is een beetje jammer. Hier heb ik geen tijd meer voor helaas om die dingen terug te brengen. Want het, ja, het einde van de dag is er. Dus ja, ik moet hem wel stoppen. We moeten door naar de volgende dag. Want we kunnen niet op deze planeet blijven. Want anders dan worden we opgegeten door de beesten. En dat moet natuurlijk niet. Dus we vliegen weer gezellig weg met z'n allen. En dit keer blijft er helemaal niemand achter voor de beesten. En het einde van dag 6 zegt het volgende. Dankzij de gele Pikmin wisten we de verhemeld vosbed te verslaan. Helaas hebben we die niet naar ons schip kunnen brengen, omdat die ergens vast zat. En we hebben de kapitein gevonden, want die zat in de buik van dit beest. We hebben een datafile van Olimar gevonden. En Olimar die heeft onze Cosmic Drive. Maar wie is Olimar en waar is die? Daar gaan we waarschijnlijk achterkomen op dag 7. Of misschien wel op dag 23. Ik weet het niet. Dit was in ieder geval het einde van dag 6. Doe een blauw duimpje omhoog. Abonneer op dit kanaal voor elke dag Nintendo video's. En wil je mijn live zien gamen, volg me op twitch.tv/Rickachu. En dan zie ik je daar, of gewoon bij de volgende video. Mazzel!